بحمد ربي أبدأ المنيرة ثم الصلاة والسلام سيرة على نبي اسمه محمد أبوه عبد الله منه مفرد وجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب وأمه بنت لوهب آمنة أجداده بين قريش كائنة مولد في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبين في يوم الاثنين ربيع الأول في ثاني عشره حسابا عولي وفي تمام أربعين أرسلا للناس يهديهم لدين حملا يدعو إلى التوحيد جوف مكة ثلاث عشرة سنين تمت وبعدها هجرته تعينت لطيبة ثم سيوف شرعت. Jullie moeten weten dat de Quraysh alles hebben neergezet en klaargezet en gedaan om de profeet te pakken, levend of dood. Ze zeiden, wie Mohammed pakt, levend of dood, krijgt 100 kamelen. Vervolgens kwam te sterven, Abu Talib te sterven, en zelfs al bij hem binnen om het daarom bij hem te doen. En hem uit te nodigen moslim te worden. Ja, en pulla in de kalimatel wa hajju biha laka inda Allah. Zeg, o mijn oom, zeg een woord, een zin, namelijk shahada. Daarmee kan ik voor jou opkomen, voorspraak voor jou doen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Met andere woorden, zelfs als je nu komt te sterven na shahada, het kan jou baten. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De Sira in een notendop. We zijn vandaag vroeg begonnen om 9 uur met Sheikh Rafiq. Hij heeft het gehad over de eerste periode, de Mekka-periode. Vervolgens hebben we een korte pauze gehad en is hij verder gegaan met hetzelfde onderwerp. Waarna wij vervolgens een lunchpauze hebben gehad. En is Sheikh Saeed Al-Amrani begonnen met het tweede gedeelte, namelijk de Medina-periode. Assalamu alaikum broeder, wat is je naam? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mijn naam is Mohammed. En waar kom je vandaan, Mohammed? Ik kom uit Zoetermeer. Ik kom zelf uit Noorddorp. Amsterdam-Noord ben ik hierheen gekomen. Je hebt net de eerste gedeelte van de Sira meegekregen. Wat vond je ervan? Hallo, Mber. Het was een hele leerzame stukje. Zeker weten, man. Echt. Vanaf het begint heel kort en krachtig. Ja. En heel duidelijk. Echt de belangrijke punt dat je echt nodig hebt. Hallo, Mber. Het is heel fijn om over onze profeet, sallallahu alaihi wasallam, te leren. We beginnen bij het begin, dus bij zijn stamboom, et cetera. Ja. En het is goed voor het hart om over hem te leren, sallallahu alaihi wasallam. Dus heel fijn. En ik kijk ook uit naar de rest van de dag. Ja. We gaan zijn hele leven, inshallah, in een aantal uren bespreken. Ja. Dus het is goed om gewoon een overal beeld te krijgen, ja. Ik vond het heel interessant. We hebben het eerste gedeelte vooral over de familie van profeet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, gehad. En daar wist ik zelf nog niet zoveel over, dus... Ja. Heel interessant. Vandaag ben je aanwezig voor de studiedag, voor de sira van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Hoe is het tot je kennis gekomen dat dit vandaag werd gegeven hier? Ik zit in de WhatsApp-community van Al-Yakin. Mm-hmm. En dan als er wat wordt georganiseerd, dan wordt daarin gestuurd. Ja. En via WhatsApp-groepen. Via social media, via Instagram. Ja. En het is gedeeld door mijn vrienden. Dus. Mashallah, barakallahu fik, Mohammed.